Maar kijk. Oh, gaat hij toch weer mee naar buiten? Was niet de bedoeling. Maar hij is een kort geweest, dus daar ben ik wel blij mee. Ja, helemaal geweldig. Ja, ik had het gekocht voor Elwin. En dat heeft ze nou even aan om te showen. Ja, hoe mooi is dat? Regenjas. Er zit wel een klein beetje vacht in. Dat is zo niet heel, dat is dun hoor. Ja, en een hele warme welkom bij Corina en de Beestenboel. Hoi. Hoi. Zo. Ja, en het is vandaag dus alweer reeds maandag. De hoeveelste? Nou, de zesde. Ja, mei alweer. Ook dat nog eens een keer. Mei. Willy is in huis. Zoals jullie zien, die komt net binnen. Ik was hier de troep even aan het opruimen. Dus ja, aardig even schoongemaakt. Dus komt ook helemaal weer goed. En ja, straks komt broertje Lief ook. En dan mag ik weer niet vloggen. Nee, die wil er niet op. En die gaat de vlinderstruiken versnoeien. Dus helemaal top. Het resultaat krijgen jullie uiteraard te zien. En dus, maar het komt helemaal goed. Ik zou zeggen, geniet gewoon van alles. En geniet een beetje mee. Tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, nou ja, ik had jullie verteld dat mijn broer zou komen. Ja, en dan mag ik niet vloggen, want die wil er absoluut niks mee te maken hebben. Er niet op en er niet in. Begrijp het weliswaar niet, maar... Want een foto of een filmpje, wat maakt het uit? Je zet zelf foto's op de media... Enkel, ja, mijn schoonzusje die zet foto's van hunzelf zo nu en dan erop. En mijn broer die doet het van een helder, de foto's. En met Bono erbij, ja. Nou ja, moet hij weten. Maar ja, hij houdt er verder niet van. Ik zal even mijn broekspijpen goed in mijn laarsjes doen. Die vliegen eruit. Maar ik zal jullie zo meteen eventjes het laten zien. Ja... Want ik ben weer blij ermee uiteraard. Logisch, hè? Ja, ik wel. Want ja, je hebt dan meer last van dan plezier. Met die lange takken voor die deur te zwiebelen. Dus ja. Maar nu heb ik mijn enkelaarsjes aan. En dan vliegt mijn broekspijper er wel eens uit. En daar heb ik ook weer een hekel aan. Ja. Maar ja, dat moet wel... Allemaal willen. Zo, ik neem jullie even lekker mee. En ik draai jullie om. Voilà. En ik heb kandel achter de deur, die is naar boven. De meiden heb ik al binnen. Want de hele tijd heeft die deur open gestaan. Maar kijk. Oh, gaat hij toch weer mee naar buiten? Was niet de bedoeling. Maar hij is weer kort gewitst, daar ben ik wel blij mee. Ja, helemaal geweldig. Dus. Nou, jonge dame, kom. Gaan we straks lopen. Kom maar, ga je mee? Zo. Hallo. 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 Nou, de bank is ook weer helemaal schoongeschuurd. Heb ik zelf gedaan. En gezogen. Ik had hem helemaal van de vensterbank weggehaald. Ik had hem eerst geschuurd met een speciaal dingetje. Met dat apparaatje.
En later met mijn handspeelstofzuigertje. Poten helemaal schoongemaakt. Nou, er kwam ook een heleboel haar af. Van de achterkant van de rugleuning. Van Kandals Savaggi. Heel veel haar van Kandalf zat eraan. Aan de achterkant. Ja, die ligt op de vensterbank. En dan komt er dus haartjes tegen de rugleuning van achteren. Dus ja, dat dus. We gaan zo meteen lopen. Ja, we gaan zo even lekker lopen. Ja, en jullie gaan lekker mee. Ja. Ja. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Dus ja, ook jullie gaan even mee. En hoe het in de watten, ik weet het niet. Maar we gaan gewoon, ja, of ik film ga, weet ik ook niet. Nee, het ligt er helemaal aan wat ik tegenkom. Is het de moeite waard, dan film ik. Is het niet de moeite waard, dan lopen we door. Of we zitten ergens, ja. Hé, meisjes? Ja. Dus ja, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. En geniet een beetje mee. Ja, lieve vrienden, we zijn alweer reeds thuis. Ik heb mijn eerste bak koffie alweer op. Ja, en we hebben een hele lange wandeling gedaan. Enkel de app die ik altijd gebruik voor de wandel, die werkt een beetje anders dan ik gewend was. Want hij is wat veranderd hier en daar. Ja, en daar had ik niet door. Ik wist het wel, maar niet opgelet. Dus ja. En ik heb meerdere kilometertjes met ze gelopen dan normaal. Ik heb dus zalmhout gehaald. En ik heb nog wat gehaald van Elwing. En dat is dit, hè. Ja, leuk. Ja, ze hebben een ander geval ervoor gebruikt op vier pootjes, maar... Het is voor dat geval wat daar op de bank uitgeput ligt. Ja. Dus. Maar in ieder geval. Ja, dat als we straks een beetje bijgetankt zijn, dan zal hem eens eventjes aandoen. En dan eventjes kijken hoe het er staat. Etcetera. En dan komt het wel helemaal goed. Ja hoor. Hé, meisjes. Ze zijn echt uitgeteld. Allebei. Echt uitgeteld. Ja, nou, mijn benen ook hoor. Die zijn ook uitgeteld. In mijn onderrug. Ja. Ja, echt. Maar in ieder geval. We zijn een heel blok om geweest. En ik weet niet eens hoe laat we weghingen. Nee, dat weet ik niet eens. Maar we kwamen vlak voor 5:30 binnen, geloof ik. Ja. Karin die belde mij op, want ik heb Karin ook aan de telefoon, ja. En die belde mij op, toen was ik net de zalmhout in de kast aan het opruimen en ik had mijn jas nog aan. Dus dan weten jullie het wel, ja. Maar in ieder geval, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, als jullie laat zijn met eten, smakelijk eten, bon appétit. En een hele fijne liefde avond gewenst en tot later. Doei doei! Kom hier. Ja, Rijke die zit heel vreemd te kijken naar haar oude zus, Elwing. Want ja, ik had het gekocht voor Elwing. En dat heeft ze nou even aan om te showen. Ja, hoe mooi is dat? Regenjas. Zit wel een klein beetje vacht in. Maar dat is zo niet heel, dat is dun hoor. Ja, maar dit is meer voor de regen. Dat ze droog blijven en dat ik niet zoveel... dat ik ze niet hoef af te rossen. Ja. Ik heb voor Rijk ook zo'n jasje, zo'n dunnetje. Hé? Ja, nou, een jasje, hè. Een jasje, hè, kind? Ja. Jasje, ja, wanneer het regent. Ja, nou, ik zal dat eventjes aan jullie laten zien hoe we dat gaan doen. Kom eens even hier, meisje. Moet ik even die hebben. Zo. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom. Nou, dan moet ze een poot door de elastiek heen hebben. Dat is één. Moet ik
Hier het hele stiek zoeken. Nou, dan gaat die poot er ook uit. Dan komt die. Hup. En dan zit het hier al. Met klittenband. Helemaal om de lijf heen. Dus hoe ideaal. Heerlijk. Nou, dan maak ik hem daar weer even vast. Onder de poten door. Even weer draaien. Dan vind ik wat zien wat ik doe. En is hoppata. En dan is hij weer uit. Dus ja, hoe makkelijk is dat? Oh, dat heb ik voor Rijk ook zoiets gehad. Gewoon van die kleine dingetjes. Ja. Dat gaat dus gewoon onder lijfje heen. Onderlijf. En dan maak je hem vast. Nou, ideaal toch? Ja. Zelfs hier zit klittenband. Maar dat hoeft niet eens niet los. Nee, dat is maar een klein stukje. Dus ik kan er hier met de kop er doorheen. Hier kan ze met de kop er doorheen. Dus dat hoeft niet los. Nou, dat gaat onder de tussen de voorpoten door het rooien. Dat gaat over haar ruggetje heen. En ja, voilà. Ideaal. Dus ja, daar ben ik wel blij mee. Echt. Ik wou dat het voor die kleine hondjes ook zoiets was. Dan zit het strakker om hun buikje heen. Ja. Dus, maar in ieder geval. Even. Zo, en dan gaat het weer in de zak. Nou ja, dat zit dan met zo'n klein hondje. Hebben ze dat gedaan. Maar dit is dus voor een grote hond. Want de hond van mijn broer heeft ook een regenjas. Ja, ideaal. Hoef je ze niet meer zo iedere keer af te drogen. Want het is zo een toestand, iedere keer dat afdrogen. Hè? Ja, nou, jasje voor Elwin, hè. Ja, een jasje voor Elwin. Dan hebben jullie allebei jasjes. Jij één en Rijka meerdere. Ja. Maar Rijka heeft ook echt winterjasje. Ja. Want Rijka heeft het in de winter koud. Dat heb jij niet. Dus is het droog, hoef jij geen jasje aan. Nee. Dus daar ben ik wel blij mee, lieve vrienden. Ja, daar ben ik helemaal blij mee. Ik zal jullie eerst even een beetje zo. Dus ja, dat dus. Maar er is meer aan de hand. En ik weet niet wat ik misdaan heb. Maar onze Marcel en Danielle. We hebben het zaterdag nog heel gezellig gehad. Gisteren heb ik ze nog even aan de telefoon gehad. En zomaar zonder pardon. Uit het niets. Hebben ze mij geblokt. Hoe dan? Waarom? Wat heb ik misdaan? Ik wil dat wel even weten, hè? Ja? Dus ik snap hier echt helemaal twee keer niks van. Dan help ik jullie en in ene dit. Waar heb ik dat dan verdiend? Het is mama voor, het is mama na. En dan blok je me. Zowel op Facebook, zowel op wat je zet. Hoe dan? Wat heb ik gedaan? Graag uitleg verschuldigd. Ja. Ik wil weten wat er aan de hand is. Ik heb wel het idee hoor. Ja. Ik heb het idee wat er aan de hand is. Wat er speelt. Ja, ik kan nog tellen ook, hè. En jullie weten dat ik ook paranormaal begaafd ben. Dus ja, dat dus. En ik kijk jullie er niet kwaad op aan, hoor. Maar het doet me wel pijn. Dat wel. Maar ik denk dat het een paar straten verderop is. Ja. Maar dat hoor ik graag wel van jullie. En vandaag of morgen, ja. Dan bel ik aan beneden. Wanneer weet ik nog niet. Maar dat zien we wel. Merk ik wel. Maar dat komt wel goed. Ja.
Maar in ieder geval, lieve vrienden, ook ben ik ook wel weer blij. Want vandaag is er eentje, geloof ik, weer vandaag. Die zou vandaag op het vliegtuig stappen. En die zou naar Nederland toe komen. Ja, dat is een Facebook-zusje van mij. En dan hoop ik dat ik die ook binnenkort krijg te zien. Ja. Maar dat komt allemaal nog, dat komt allemaal nog. Maar in ieder geval, ik ga nu ook even denken naar mezelf. En dat is kijken of ik wat aan bikken in mijn mondje kan krijgen. Ja. Dus in ieder geval, lieve vrienden, geniet van alles. En geniet ook een beetje mee. En denk ook even een beetje met mij mee. Ja, je probeert mensen te helpen die gemanipuleerd worden door twee andere mensen. Worden ze gemanipuleerd. Noem geen naam of wat dan ook. En dat zijn mensen die dus, hoe moet ik het zeggen? Ah, mijn arm wordt moe. Die hebben beide dus een beperking. En ze worden gemanipuleerd en alles en nog wat door twee anderen. En ik probeerde die gemanipuleerd werden en die dus een beperking hebben, die worden dus gemanipuleerd en beïnvloed en gehersenspoeld en alles, die probeer ik te helpen en nou ben ik geblokt. Ja, ik begrijp er even twee keer niks van. Nee, maar ik heb wel het idee dat het dus door die twee komt die hun manipuleren. Ja. Ik vind het bizar. Ja, echt. Maar oké. Maak nu even niks uit. Ik maak me er verder ook niet druk om. Komt misschien wel weer goed. En anders, ja. Anders niet, maar niet. Niet mijn probleem. Ik maak er ook geen probleem meer van. Als ze het zo willen, ja. Doei. Zoek het dan maar uit. Ja, ik heb geprobeerd te helpen. Ik heb je handvaten gegeven. Gelukkig heeft het mij geen geld gekost. Met deze hulp. Maar in ieder geval, ik heb ze handvaten gegeven. Ik heb gezegd welke stappen er ondernomen moeten worden. Bla 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 bla. En ja. Het werd ook iedere keer geaccepteerd. En ik had gelijk. Ik had groot gelijk. Mama had groot gelijk. Ja. Ik weet wat ik doen moet in zulke soort gevallen. Met zulke soort mensen om mij heen. Ik heb dat in het verleden ook gehad. Maar dat heb ik dus niet meer. En dan probeer je zulke soort mensen te helpen. Met hetgeen wat ik zelf mee heb gemaakt. Om ze uit de nesten te helpen. Ja, ze laten we gewoon weer manipuleren. Ja, dat vind ik zo erg. Dat vind ik wel erg. Maar ja. Wat doe ik eraan? Twee keer niks. Ik probeerde goed te doen en... Nou krijg je dit op je brood. Ja. Maar het heeft me niks gekost. Nee, gelukkig niet. Ze hebben het zelf allemaal betaald. Dus ja. Maar in ieder geval, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet ze. Ja, ik moet nog eten. Maar in ieder geval, komt allemaal goed. Ik weet gewoon enkel niet wat ik moet eten. En ik heb ook helemaal geen zin in eten. Maar ik moet wel eten. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval... Geniet ze en tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, de tijd is weer aangebroken om naar boven toe te lopen. Dus ja, we nemen van deze dag weer afscheid. Samen met de meisjes. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden. Welterusten, lekker slapen. Met mooie dromen. Morgen uiteraard gezond uit je bed zien te komen. En ik hoop van ganse harte dat het vandaag weer net zo mooi weer wordt dan gisteren. Het zonnetje er lekker weer bij. Wat hogere temperaturen mogen er voor mij ook wel bij. En ja, jullie weten dat God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!